Het landelijk project Cultuurcaravan Bondre Culture na Asabi van de afdeling Culturele en Creatieve Vorming, CCV, van het directoraat Cultuur, was gisteren in Kommerwijnen. De toeschouwers konden genieten van optredens van verschillende culturele groepen. De activiteit vond plaats in het Openluchtmuseum Nieuw-Amsterdam. Kommerwijnen is het eerste district waar de cultuurcaravan een bezoek aan heeft gebracht. De caravan zal ook de overige districten aandoen. Het doel van het project is om kunst dichter bij de mensen in de districten te brengen. Op die manier wordt ook aan cultuuroverdracht gedaan. Het project wordt grotendeels gedragen door de samenleving, omdat de overheid nauwelijks budget heeft. Veel artiesten leveren pro deo hun bijdrage aan dit project. De CCV is de mening toegedaan dat talent ontwikkeld dient te worden in samenspraak met de leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.